Да, он меня узнал, я думаю, он меня узнал. К сожалению, он содержался в самых худших условиях. В таких условиях держат людей, которые невозможно описать. De kinderen van buitenlandse IS-strijders geboren hier in Irak of in Syrië zijn vaak nog heel erg jong. En ze zijn stateloos, want de documenten die ze van IS kregen, geboorteaktes, die zijn waardeloos. En paspoorten, die hebben ze niet. En dus zitten de kinderen nu vaak gevangen in vluchtelingenkampen. Hun ouders zijn om het leven gekomen bij de strijd of worden hier in Irak of in Syrië berecht. Maar wat er met de kinderen moet gebeuren, dat weet niemand. Bilal, salam alaikum. Dik moeder. Oh, ham min zam sama kat bo yaf ya dan. Hum shi etan aziyat. Dan da mola da, inshallah.